Ik ben Hanneke Voskuilen en mijn lievelingsboek is The Mystery of the Dog in the Nighttime. En dat is een Engelstalig boek, maar je ziet het door de ogen van iemand die zwaar autistisch is. En het boek is ook geschreven door iemand zwaar autistisch. En het is eigenlijk het verhaal waarin hij weggaat van zijn vader en naar zijn moeder vlucht in Londen. Maar omdat hij hartstikke autistisch is, komt hij onderweg problemen tegen. Zo zit hij echt 12 uur lang op het metrostation. Dat soort leuke dingen. Wat ik leuk vind aan het boek is dat het heel anders geschreven is dan boeken die ik normaal heb gelezen. Zo hebben alle hoofdstukken priemgetallen, omdat hij aan het begin uitlegt dat hij dat leuk vindt. Het is gewoon heel grappig en dat vind ik heel fijn. En je ziet ook een keer hoe het leven eruit ziet bij iemand die een keer anders naar de wereld kijkt dan ja, de normale mensen, om het even zo te zeggen. Ik raad het boek eigenlijk aan bij iedereen. Dus vooral lezen. Lekker doen. Ja?